بعد سقوط الغوطة ودرعا تتجه الأنظار الآن إلى إدلب، فإذا استطاع النظام السوري السيطرة على المحافظة ينتهي كل شيء بالنسبة للمعارضة. ولكن إدلب عسكريا ليست كدرعا والغوطة، والسبب هو وجود آلاف الجهاديين الأجانب على الأرض. نادرا ما يتحدث المقاتلون الأجانب إلى وسائل الإعلام ويصعب التواصل معهم، إلا أن قناة الآن تمكنت من التحدث حصرياً عدة مرات إلى ثلاثة منهم داخل إدلب. جهاديان اثنان من هولندا تحدثا معنا باللغة الهولندية، ومقاتل واحد من بلجيكا تحدث بلغة الفلامش. أمام الكاميرا لم يكشفوا عن وجوههم خشية من التسبب بالمشاكل لعائلاتهم في هولندا وبلجيكا. بدأنا بسؤالهم عن الوضع في إدلب وما إذا كان النظام سيقوم بالهجوم على المحافظة قريباً. Tuurlijk, nu is alle druk op Idlib. Nu zijn alle ogen gevestigd op Idlib. Nu is er een beetje, niet paniek, een beetje paniek kun je zeggen, een beetje chaos. Men weet dat de aanvallen nu worden gericht op Idlib en Halab. En de grenzen van Halab, Idlib en Hama. Maar de broeders, de groeperingen, de strijders, zijn bezig met voorzorgsmaatregelen te treffen. Ze hebben zijn al bezig met defensielijnen te zetten. Natuurlijk hebben wij het er vaak over met de buitenlandse mujahideen of zelfs met de Syrische mensen. Wat gaan wij doen als er een aanval wordt geopend op Idlib? Allereerst bereiden wij ons mentaal en fysiek voor op zo'n aanval. Mentaal bereiden wij ons voor natuurlijk door veel Allah om vergeving te vragen, om veel aanbidding te doen en om veel Allah om vergeving te vragen. En ons volledig te richten op ons geloof en ons aanbiddingen goed te volbrengen. Want we weten allemaal, als jij Allah gedenkt in een makkelijke situatie, Allah zou jou gedenken in een moeilijke situatie. Dus, en fysiek bereiden wij ons natuurlijk voor door goede verdedigingen neer te zetten. Zodat we, alhamdulillah, inshallah, alle barbaarse aanvallen van dit regime en zijn Sjaïtische milities kunnen tegenhouden. We zijn nu in een fase dat wij gewoon onszelf moeten beschermen. We moeten onze vrouwen, kinderen en deze bevolking beschermen. Kijk hoeveel gebieden die we hebben verloren hebben en gewoon daar Shia's binnenkomen. وصل هؤلاء المقاتلون الثلاثة إلى سوريا قبل أكثر من 5 سنوات. ماذا سيفعلون وأين سيذهبون إذا بدأ الهجوم على إدلب؟ En ik denk niet zomaar dat de broeders hier in Idlib hetzelfde scenario zal gebeuren zoals in Ghouta en Daraa, om zomaar alles te doen opgeven. Waar gaan al deze miljoen mensen hier naartoe? Er zijn zoveel immigranten, tienduizenden ongeveer, 10.000 of iets meer. Waar gaan zij dan naartoe? Dus ze zullen tot het uiterste strijden. Mocht er bijvoorbeeld één verdedigingsleiding breken, dan is het natuurlijk om de broeders met families en kinderen, om hun families en kinderen in veiligheid te brengen. Aangezien ik niet getrouwd ben, heb ik daar persoonlijk niet echt over nagedacht, omdat ik alleen verantwoordelijk ben voor mijzelf. Maar ik hoor zo nu en dan van broeders, zowel Syriërs als niet-Syriërs, dat zij eventueel, mocht het regime dichter bij Idlib komen of een aantal plekken overnemen, dat zij eventueel hun families naar het grensgebied zullen brengen, aangezien het daar dan inshallah wat veiliger zou zijn. العديد من المقاتلين الأوروبيين في إدلب كانوا أو لا زالوا ضمن صفوف هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة. هذا الفصيل يعتبر تنظيما إرهابيا ليس فقط من قبل الحكومة السورية والروسية، بل أيضا بنظر الولايات المتحدة التي أعلنت أن هيئة تحرير الشام ما هي إلا اسم مستعار للنصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا. انضم الهولنديان والبلجيكي في وقت سابق لجبهة النصرة، لكنهم ينكرون أنهم إرهابيون. Nee, ik ben geen Al-Qaeda. Wat vind ik van Al-Qaeda? Al-Qaeda is een moslimgroep. Ook al hebben ze heel veel fouten en ze hebben foute dingen gedaan. Moeten respecteren, ze hebben heel veel opgeofferd ook. Wij zijn terroristen. Als jullie daarmee bedoelen om de mensen te doen helpen, om de onderdrukkers te doen stoppen van hun onderdrukking op de Syrische volk. Als dit bij jullie een terrorist, synoniem terrorist betekent, dan zijn we terroristen.
En we weten dat de hete Tahrir al-Sham Idlib voor het grote deel in hun handen heeft. En hun hebben deze taak op hun genomen om de moslimbevolking, zowel de Muhajirin als de Syrische bevolking, te beschermen tegen welk gevaar dan ook. En hun hebben het voor het grotendeels voor het zeggen in Idlib. En hun zijn de sterkste groep hier. En hun, mashallah, hun doen er alles aan om hun, de Mujahideen en de Muhajirin, te beschermen tegen plotten of plannen van buitenlandse inlichtingendiensten of van groepen die werken voor een buitenlandse agenda. Of aanvallen van Jamaat al-Baghdadi, Daesh. رغم انخراطهم في صفوف النصرة سابقا يدعي الثلاثي أنهم لا ينتمون الآن إلى أي فصيل. على سبيل المثال يعترف أبو عبد الرحمن البلجيكي بأنه عضو سابق في النصرة، ويعترف أيضا أنه انضم إلى تنظيم داعش، لكنه الآن يطلق على نفسه اسم مستقل. ماذا يعني هذا بالضبط؟ Nu werk ik als onafhankelijk, momenteel militair. Werken wij met verschillende groepen. Onafhankelijke groepen hier sluiten zich niet aan aan groepen. Ze sluiten zich militair aan aan vele groepen. Dus ze gaan naar Hea of Harras of Turkistan of Jaysh al-Ahrar of Jaysh al-Izz in Hama. Er zijn verschillende groepen die onafhankelijk zijn, die groot zijn, waar wij als onafhankelijke groep naar hun gaan en zeggen dat wij met een 10 of met 15 of met 20 of met 30 broeders zijn, onafhankelijk. En wij willen ons militair aansluiten bij elk job die aanwezig is. Dus bij elke keer als de regime een aanval doet, dat wij klaarstaan, paraat staan om jullie te helpen. Of het nu in Idlib is, of in Ladaqiya, of in Hama, of in Halab. إن التهديد باستهداف المقاتلين الأجانب لا يأتي فقط من الجيش السوري، إذ إن هناك أيضاً بعض فصائل المعارضة السورية التي تود التخلص من الجهاديين الأجانب. يقول أبو عبد الرحمن أنهم سعوا للحصول على ضمانات من قادة عسكريين على الأرض بأن المقاتلين الأجانب لن يتم بيعهم. Dat ze ons zeker niet zullen verraden, dat ze ons zeker niet zullen verkopen. Dat ze ons zullen beschermen met hun geweelte, met al hun rijkdom, met hun lichaam, met alles. En er zijn genoeg waarachtige broeders die zoiets niet zullen laten gebeuren. Dus Allah subhanahu wa ta'ala, we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om de standvastigheid te geven aan die broeders. En dat ze ons niet zomaar zullen verraden. En ik ben ook van mening dat ze ons niet zomaar zullen verraden. Ons zullen afgeven of aan een buitenland. يدعي المقاتلون الثلاثة أنهم لا يخشون الموت. لكنهم يدركون تماما أن معركة إدلب حاسمة وأنها قد تجلب معها النهاية. Ik ben gewoon hier omdat ik hier moet zijn. Dus ik laat het lot aan Allah zo over. Wat van mij verwacht wordt, is dat ik het, als er iets gebeurt om deze bevolking te beschermen, zullen we dat doen totdat ik sterf. Als ik sterf, dan heb ik mijn deel gedaan. Inshallah. على الرغم من أن الجهاديين الثلاثة الذين تحدثنا معهم يدعون أنهم سيقاتلون حتى النهاية، تؤكد مصادرنا أن العديد من المقاتلين الأجانب المتواجدين في إدلب يحاولون عقد صفقات مع حكوماتهم والعودة إلى أوروبا.